Ja, je bent als winnares uit het huis gekomen. Je was plots een publiek figuur. Iedereen kende je, je was een BN'er. Wat zijn daar voor jou zowat de voordelen uit geweest en de nadelen die je ondervond van jouw Ja, ik, rol? ik weet dat ik uit het huis kwam. Dus dat was met de finale dag. En toen zat ik er heel erg tegenop om naar buiten te gaan. Omdat ik gewoon niet weet wat mensen van mij vonden. Of ja, ik had misschien wel gewonnen. Maar ja, je hebt natuurlijk ook negatieve mensen die ja, wat van jou vinden. En ja, toen ik eenmaal uit het huis was, was ik echt best wel in een put gevallen. Een zwart gat. Ik vond het heel moeilijk wat mensen van mij vonden. Maar omdat ik mij zo heb opengesteld in het huis, hebben ook heel veel meiden en jongens, vrouwen en mannen van verschillende leeftijden hebben zich in mij kunnen, ja, kunnen vinden. En van hun berichtjes van door jou ben ik ook gaan houden van mezelf. Daardoor ben ik eigenlijk uit het zwarte gat gekomen, dus uit die put gekomen. En ja, door zulke opmerkingen, ja, daar word ik gewoon heel vrolijk van. En ja, dat maakt mij wel gelukkig met wat ik nu doe. Maar ja, Ja. je hebt ook zeker azijnzeikers. En ja, die blijf je altijd wel hebben. En ja, je hebt wel echt een huid van staal nodig soms. Ja. En ja, als je het een beetje zou, hoe moet ik het zeggen, als je er een beetje een balans over zou opmaken, wegen voor jou dan eigenlijk de voordelen van jouw deelname toch wel door ten opzichte van de nadelen? Ja, zeker. Eigenlijk heb ik veel meer voordelen hoor. De nadelen zijn, ja, zijn er ook wel wat. Want ja, die mensen herkennen je en mensen hebben een oordeel over jou klaar. En dat is ook ja, altijd soms wel een heftig oordeel. Of ja, maar de voordelen, ja, ik heb een superleuke job nu. Ik kan doen wat ik wil en ik maak plezier. En ja, ik zie eigenlijk alleen maar de voordelen eraan.